Maar eerst naar ander nieuws van vandaag. Zoals gezegd, de verkiezingsprogramma's stromen binnen, waaronder die ook van 50PLUS. Zij presenteert dat vandaag. De partij kiest dit moment om de onstuimige periode definitief achter zich te laten en vooruit te kijken naar de komende verkiezingen van maart volgend jaar. Eerder vertrokken zal je ongetwijfeld niet ontgaan zijn partijleider Henk Krol. Toen ontstond er ruzie tussen bestuur en de fractie over de nieuwe kandidatenlijst, gevolgd door een leiderschapsverkiezing waar het nodige gedoe over was. Aan al dat gedoe en al dat moddergooien moet vandaag maar definitief een einde komen. Dat ligt zeker in de lijn van de gedachte van de lijsttrekker zelf van 50PLUS, Lianne Den Haan. Goedenavond, mevrouw Den Haan. Goedenavond. Hallo. Wat een dag voor u. Ja, het was een hele drukke dag, maar ook een hele leuke dag. Daar kan ik me bij voorstellen. Een aantal opmerkelijke zaken. Mag ik eerst eens de algemeenheid zeggen? Wat vindt u het belangrijkste punt in uw verkiezingsprogramma? Nou, het allerbelangrijkste punt is dat ik vind dat wij Nederland klaar moeten gaan maken voor de ouder wordende samenleving. Dat had eigenlijk al veel langer gemoeten. In 2005 was er een themacommissie ouderenbeleid. Die hebben een heel mooi rapport uitgebracht. Dat is 15 jaar geleden. En alle adviezen staan nog steeds overeind. Er is helemaal niets aan gebeurd. En als je kijkt naar de demografische ontwikkeling, dan denk ik dat we behoorlijk wat achterlopen. Dus dat is iets wat voor mij overal gewoon heel belangrijk is. Hoe moeilijk is het om een verkiezingsprogramma met alle leden samen te stellen als er zoveel oneenigheid is? Nou, dat valt reuze mee, want het lijkt alsof er veel oneenigheid is binnen de partij. Ik moet eerlijk zeggen dat toen ik nog niet onderdeel was van de partij, dat ik dat ook dacht. Maar dat is natuurlijk geweest aan de partijtop. Als je kijkt binnen de vereniging, dan zie je gewoon mensen in de waterschappen, de provincies, de gemeentes, waar ontzettend hard gewerkt wordt, waar leuke mensen met de inhoud bezig gaan. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja. Die hebben allemaal hun input geleverd. We hebben een mooi programma geschreven en we hebben vervolgens een ledenraadpleging gehouden, waaruit blijkt dat we behoorlijk op goede koers zitten. Dus ik vind eigenlijk dat dit hele proces wel heel prettig en harmonieus gegaan is. Laten we er een paar zaken uithalen. U wilt dat de kwetsbaren hun eigen huis kunnen beveiligen. En daar wilt u geld voor beschikbaar stellen, inkomensafhankelijk. Om wat voor bedragen gaat dit eigenlijk? Nou, we hebben gezegd dat we eigenlijk willen dat een inkomensafhankelijk subsidie is van €750. Kijk, er zijn natuurlijk veel mensen die kunnen het prima zelf betalen. Maar er zijn ook mensen die een heel klein inkomen hebben die dat dus niet kunnen. Je ziet dat geweldsdelicten op ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid toeneemt. En wij vinden eigenlijk dat deze mensen ook in staat moeten zijn om hun huis goed te beveiligen, zodat zij zich ook in het huis ook veilig kunnen voelen. Ja, en niet alleen hun huis, ze moeten ook gewoon letterlijk getraind worden om zich weerbaar te maken. Ja, nogmaals, die geweldsdelicten op ouderen nemen toe. Dat zie je voornamelijk in de vorm bijvoorbeeld van babbeltrucs, van phishing, maar ook van roofovervallen, woningovervallen. Misschien nog wel bekend, niet zo heel lang geleden, dat mensen zelfs aan de deur komen om te vragen of ze bloed kunnen komen prikken. Dat moet dan via de trombosedienst. Zo gehaaid zijn ze, dat weten ze allemaal. En dan gaat er één naar binnen om ook echt te prikken en de ander haalt het huis leeg. Nou, dat zijn zaken die steeds vaker voorkomen. Dus wij willen inderdaad mensen aan weerbaarheidstrainingen helpen, zodat ze ook weerbaar worden, weten wat ze daartegen kunnen doen en nogmaals hun huis kunnen beveiligen. Nou, is het bekend natuurlijk dat u een partij heeft in die zin met wisselende achterbannen. Sommigen zijn juist wat conservatief, hier en daar wel weer wat progressief. Een progressief punt bij u is bijvoorbeeld het zelfbeschikking over eigen levenseinde. Ja, het leuke is dat wij ook in de ledenraadpleging hebben gezien dat de meeste mensen binnen onze partij wat links zitten op de sociale kant van het midden en rechts van het midden op de economische kant. En inderdaad, dat die zelfbeschikking heel belangrijk is binnen onze partij. Ja. Eentje die mijn persoonlijke aandacht had, omdat het zo ontzettend de fantasie ook prikkelt. Ik citeer even, het Nederlands grondgebied moet groeien. Aanwinning van nieuw land is historisch de gangbare manier waarop Nederland een tekort aan grond voor de toekomst heeft opgelost. Toen dacht ik, moeten de Duitsers oppassen op een inval? Gaat het op Schiphol op zee of moeten de Belgen oppassen? Nou, ik heb daar ook even over na moeten denken. Maar we hebben binnen de partijen vinden we bijvoorbeeld wonen heel erg belangrijk. En als je kijkt dat er ongelooflijk veel woningen tekort zijn in Nederland. Nu al voor heel Nederland 420.000 woningen. Waarvan bijna 100.000 levensloopbestendige woningen. En waar ga je die bouwen? Dan moet je natuurlijk ook rekening houden met natuur, met klimaat enzovoorts. En dan is het helemaal niet zo gek om bijvoorbeeld een stukje IJsselmeer te gebruiken om te gaan bouwen. Oké, een stukje IJsselmeer. En zijn er nog andere locaties die je op het oog heeft? Nou, dat weet ik niet zo snel, maar daar zouden we eens een mooie verkenning naar kunnen doen. Omdat je natuurlijk ook te maken hebt met een klimaatwet, een omgevingswet, woondichtheid. Dus het is niet zomaar makkelijk om binnen bijvoorbeeld ook rode contouren te gaan bouwen. Dus dit zou een optie kunnen zijn en wij zouden het goed vinden om daar eens een verkenning naar te doen. Ja, maar kunt u iets meer vertellen? Want ik vind het een spannende gedachtegang. Ik heb het niet eerder gehoord eigenlijk. Waar komt dit vandaan?
Nou, dit is een optie, zeg maar, om te gaan kijken naar hoe je toch op een goede manier allerlei natuur en klimaat en allerlei wetten in ogenschouw kunt nemen, maar toch, zeg maar, kunt zorgen voor die uitbreiding qua huisvesting. Ja. En ziet u dat dan ook speciaal plekken alleen voor ouderen eigenlijk? Dus dat we, zal ik maar zeggen, een stuk polder, bijna een bejaarde polder dan droogleggen. Maar hoe ziet u dat voor? Of maakt dat, u wilt gewoon het algeheel het land uitbreiden en dan gemixt wonen? Nou ja, we zouden natuurlijk wel gewoon graag geïntegreerd willen blijven wonen. Okay. Zullen we dat nu op dit moment ook doen. Dus geen gated communities voor senioren, zoals je het bijvoorbeeld in Amerika wel hebt. Maar het is natuurlijk, ik sprak vandaag een expert die zei tegen mij, we hebben 420.000 woningen in Nederland tekort. Dat is een enorme hoeveelheid. Dus ik denk echt dat we linksom of rechtsom daar iets aan moeten doen. Nou, die gated communities, ziet nu ook dat die hele woningmarkt stagneert. Hè? Ik bedoel, die hele doorstroom Zeker. Is gewoon. Zeker. Ja. Maar die gated communities, simpel gezegd, eigenlijk een soort compound waar een hek omheen staat, wat in Amerika enorm in de trek is, bijvoorbeeld in Florida. Ja. Ja, we hadden het net over de punten van veiligheid. Die veiligheid is wel hoog voor die mensen die op leeftijd die daar wonen. Ja, maar je ziet ook dat mensen in Nederland het toch heel fijn vinden om gewoon in hun eigen omgeving te blijven wonen. Om in een omgeving te blijven wonen waar jong en oud samen gaan. Dat staan wij als 50PLUS ook voor. Hè? Dus de generaties horen ook bij elkaar. Dat is ook fijn. En ja, in Amerika is het toch allemaal een beetje over de top. Ik geloof niet dat het in Nederland in trek zal zijn. Oké. Ik ga afronden. Ik wil toch nog even aan u vragen. U bent dus de nummer 1, de lijsttrekker. Even, wanneer kunnen wij de rest van de lijst verwachten? En kunt u al iets vertellen? Heeft u ergens een electoraal kanon uit de binnenzak? Wij hebben alle gesprekken gehad. We hebben 129 cv's binnengekregen van een hoog niveau. En de laatste gesprekken worden op dit moment gevoerd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik heel blij ben met het niveau wat we hebben. En dat wordt zo rond 27 november wordt dat bekendgemaakt. Ja. Nou, wil ik daar toch één ding over vragen. Nogmaals, ik kan me goed voorstellen dat u als kerstverse lijsttrekker zegt, we laten al het gedoe laten we achter ons. Maar zo'n samenstelling van die lijst is wel cruciaal om toekomstige problemen onderling te voorkomen. Nou, daar ben ik niet helemaal met je eens. De samenstelling van de lijst is heel belangrijk om je werk goed te doen straks in de Tweede Kamer. Ik denk dat het cruciaal voor samenwerking binnen de partij is dat we met elkaar allemaal de neuzen dezelfde kant op gaan. En dat hebben we met dit verkiezingsprogramma. We zien dat door de ledenraadpleging het grootste deel van onze leden achter ons staan. Dus ja, we gaan volle kracht vooruit. Staat mevrouw Van Brenk bij de top 5? Mevrouw Van Brenk heeft al eerder aangegeven in de media dat ze niet beschikbaar is voor de lijst. Ja. Ja, bij deze. Ik was even aan het vissen. Verkeerde vishengel. Ja, nee. Ik ga u ontzettend danken en veel sterkte wensen. Ja, dankjewel. Mevrouw De Haan, dank u wel.